gaan nu verder met toer 9 en toer 9 beginnen we met 3 lossen. 1, 2, 3. En dan keren we weer het werk. We slaan dit eerste stokje, dit slaan we over. En dan gaan we in de achterste lus van het tweede stokje gaan we een stokje zetten. En dit gaan we in de volgende 6 stokjes doen. En dan gaan we in 1 steek 3 stokjes zetten. 1, 2, 3. Dan gaan we weer 6 stokjes in de achterste lus zetten. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Dan sla je 1, 2 steken weer over en je gaat weer 6 stokjes in de achterste lus zetten. Dus dit is toch de herhaling. 6 stokjes in de achterste lus, 2 overslaan en weer 6 stokjes. En dan gaan we 3 stokjes in 1 steek zetten. 1, 2, 3. Zie je? Dus dit is de herhaling. 3 stokjes in 1 steek. 6 stokjes in de achterste lus. 2 stokjes overslaan. En dan begin je weer opnieuw. Ik zal nog een stukje meehaken. Even nog wat gaar pakken. Dus in de achterste lus 1, 2, 3, 4. 5, 6, 1, 2 steken overslaan en weer in de achterste lus een stokje, 6 keer. En weer 3 stokjes in 1 steek. Zo. En dan zie ik je op het einde. Dan zie ik je weer terug bij toer 9. Tot zo. We zijn nu op het einde van de 9e toer. En we gaan nog 3 stokjes in die bovenste punt haken. En dan gaan we nog 6 stokjes in de achterste lus haken. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo!
We zijn nu bijna bij de 1, 2, 3, 4, 5, 6e steek van de 9e toer. En op het einde zetten we nog een stokje in het laatste stokje. En dan gaan we naar toer 10 met het We beginnen aan de 10e toer. 1, 2, met 3 lossen. Dan keren we het werk. En dan kijk ik even op het voorbeeldje wanneer dat we met de oksel beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, dit is de laatste toer. In de 11e toer beginnen we pas. Dus de 10e toer. We hebben begonnen met 3 lossen. Dan gaan we deze overslaan. En dan gaan we even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stokjes in de achterste lus maken. Dus deze slaan we over. In de achterste lus 6 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En hierboven in die punt gaan we 5 stokjes zetten. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we in de 10e toer weer achterste lus 6 stokjes maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We slaan weer 1, 2 steken over en we gaan weer 6 stokjes maken in de achterste lus. 3 stokjes maken. Ik kan ook 3. Oh nee, 5, sorry. 5 stokjes in de bovenste punt. 5 stokjes. 1, 2, 3. 4, 5. En zo gaan we heel toer 10 vervolgen. En op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de 10e toer. Ik heb hem eventjes alweer zo neergelegd, maar dan gaan we dadelijk bij de 11e toer pas doen. Dus het einde van de 10e toer. Ik heb hier even kijken, 1 stokje al in het middelste stokje gedaan. En dan moeten we er nog 4 bij. 2, 3 in totaal. 1, 2, 3. Zo. 4, 5. En nu gaan we nog 6 stokjes in de achterste lus maken. 1, 2,
3, 4, 5, 6, dan nog, hoppa, ik wil te snel, dan nog een stokje in de laatste, op het laatste stokje, en dan zijn we klaar met toer 10. Dankjewel voor het kijken. De volgende toer, toer 11 en 12, gaan we de bij toer 11 gaan we de armsgaten aan elkaar zeg maar maken met de steekmarkers. Dus met steekmarkers die heb je 2 nodig in toer 11. Maar voor deze video zijn we klaar. Dus ik zou zeggen: blijf kijken, duimpjes omhoog, abonneren, op de rode knop klikken en ik zie je bij de volgende video weer terug en dan gaan we weer verder met de armsgaten. Tot ziens!